We hebben een groot energietekort. Daarom zetten we meer dan ooit in op wind- en zonne-energie. Maar daar redden we het niet mee. De roep om kernenergie stijgt. Maar veel mensen zijn bang voor kernrampen en radioactief afval. Dat komt door de bekendste vorm van kernenergie, kernsplijting. Een nieuwe vorm, kernfusie, heeft deze gevaren niet. Wetenschappers doen hier niet voor niets al decennia onderzoek naar. In 2025 treedt de ITER in Frankrijk in werking. De allergrootste kernfusiereactor ter wereld. Wordt dat een succes? Dan lost dat rond 2060, 70 het energieprobleem op. In Voorkennis, drie wetenschappers over kernfusie. Hoewel je er niet bewust van bent, ben je elke dag getuige van kernfusie. De zon is een soort mega kernfusiereactor. Op de zon is het zo extreem heet dat alle atomen heel snel gaan bewegen, waardoor ze op elkaar botsen en samensmelten. Daarbij komt een gigantische hoeveelheid energie vrij. En die energie bereikt ons op aarde in de vorm van zonlicht. Voor kernfusie op aarde moeten we hier de zon nabouwen. Dat gebeurt in de ITER. Die reactor warmen we op tot een temperatuur van maar liefst 150 miljoen graden Celsius. Dat doen we met een soort overweldigende magnetronen. Dat is lastig, maar recent zijn experimenten erin geslaagd om daadwerkelijk energie te produceren. A source tells CNN that for the first time ever, researchers have been able to create energy from a fusion reaction. Dat is bijzonder hoopvol. De ITER in Frankrijk moet de volgende stap laten zien. Het internationale kernfusieonderzoek start in de jaren 50, nadat de Verenigde Staten de eerste waterstofbom, de Ivy Mike, op de Marshall-eilanden liet ontploffen. Zo'n bom is een ontploffing door ongecontroleerde kernfusie. De energie schiet als het ware alle kanten op. De kracht van deze explosie bracht wetenschappers op een idee. Kunnen wij energie opwekken door gecontroleerde kernfusie? In de jaren 70 boekten Russische wetenschappers groot succes. Ze bouwden een donutvormige reactor, de Tokamak, zo eentje als de ITER die nu in Frankrijk staat. Deze reactor was voor het eerst in staat om die gigantische temperaturen die je nodig hebt voor fusie te bereiken en langer vast te houden. Precies op tijd, want in de jaren 70 begaven we ons in de oliecrisis. Kernfusie werd geopperd als dé oplossing voor het energietekort. Maar de wetenschap kon deze belofte bij lange na nog niet waarmaken. Op papier werkt kernfusie, maar in de praktijk was het nog lastig. Kernfusie verdween van het toneel. Tot nu, door investeringen uit het bedrijfsleven, internationale samenwerkingen en de komst van snelle technologische ontwikkelingen zijn er grote stappen gemaakt. En net als in de jaren 70 zitten we ook nu in een energiecrisis. Kernfusie is hierdoor weer top of mind. Kernfusie belooft veel van onze problemen rondom het opwekken van energie op te lossen. Een kernfusiecentrale zoals de ITER, die nu in Frankrijk gebouwd wordt, is een super geconcentreerde energiebron. Eén centrale kan heel veel schone energie leveren. Schoon, want zonder CO2-uitstoot. Bovendien is het niet afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals kolen of gas, maar gebruikt brandstoffen die zeer ruim voorradig zijn op aarde. Daarnaast kan een kernfusiecentrale met weinig brandstof ontzettend veel energie genereren. Om je een idee te geven, 60 kilo kernfusiebrandstof levert net zoveel energie op als 400 miljoen kilo kolen. Het duurt nog wel even voordat kernfusie er is. Daarom blijft het belangrijk om vol in te zetten op zon- en windenergie en natuurlijk op energiebesparing. Maar met de groeiende energiebehoeften en steeds minder ruimte voor wind- en zonneparken zal er vraag blijven naar een technologie die nog efficiënter is. Daarom is het ook zo belangrijk dat topwetenschappers blijven werken aan kernfusie en dat de belofte van kernfusie eindelijk wordt ingelost.